Als je dus echt voor gaat zitten met een groep, dan kan je een zonneauto bouwen. Ja. Die ook nog eens in Australië of in Zuid-Afrika een race gaat rijden. En kan winnen van teams van Stanford of van Tokai. We hadden een bizarre race. Echt, dat is het enige wat ik kan zeggen. Op dag 1, dus we hadden 1 dag gereden, zat een beetje in. De spanning was er net een beetje af. Toen kwamen we aan om 7 uur bij een mooi stadje. En daar gingen we overnachten. En om 1 uur of 8 kwam de donkere wolk in 1 keer. En het ging stormen. En dat gebeurde niet. Hij draaide zich naar mij toe en die zei... Jelle, ik geloof dat jij het probleem bent. Je zit niet in een team, zeker hè, als het op het moment dat het creatief wordt en complexe taken zijn, wat we de meeste mensen tegenwoordig doen, dan zit je daar niet in als een machine, maar je zit daarin als heel mens. Maar eigenlijk ga je dus je moeders kant op, eigenlijk. Ja, maar hoe lang heb je TU Delft lopen doen? Ja, 7 jaar. Maar ik denk niet dat ik... ja, dat klopt. Ik denk dat die overmatige focus op prestatie. Nou ja, daar zijn de uitwassen nu heel erg duidelijk van. Geen kookboek voor succes. Maar ja, eigenlijk een handboek om en handvatten om de dingen die voor een teamleider zelf heel erg belangrijk is, om die eigenlijk in de praktijk te brengen. Hoe is het om als jonge gast van 24 jaar het team te leiden van het Vattenfall Solar Team en dan ook nog te winnen? Hij schreef het boek voor jonge teamleiders, waarin hij zijn ervaringen beschreef. Wat kun je van hem leren als je zelf een team moet leiden als ondernemer of als leidinggevende? In de videoserie Book Stories die ik samen maak met de uitgeverij Business Contact praat ik hierover met mijn gast. Heb je nou zelf een leiderschaptip? Dat weet je maar nooit. Als je die nou hebt, stop hem dan in de reactie onder deze video. Want 5 van die reacties die krijgen het boek voor jonge teamleiders gratis en voor niks cadeau. Bij mij te gast Jelle van der Lucht. Jelle, van harte welkom. Ja, dat wist jij nog niet waarschijnlijk, maar dat is geregeld. Dus, fijn, ja. Ik ben blij dat mensen het mogen lezen en dat kunnen winnen op zo'n manier. Ja, wat maakt leidinggeven, om eens even te beginnen, hè? Want je hebt het genoemd het boek voor jonge teamleiders. Is leidinggeven voor iemand die zo jong is als jij anders dan voor ouderen? Nou, ik denk het wel, omdat je als je jong bent, dan ben je niet opgegroeid in een cultuur van een organisatie. Heb je minder een soort van een beeld gekregen van wat een leider moet zijn. Je hebt alleen je jeugd gehad en je gaat gewoon beginnen. Je bent een paar jaar bezig in een organisatie. En dan mag je het zelf gaan doen. En dat is een heel ander gevoel dan als je al 20 jaar met een baas hebt gewerkt en dan geleidelijk in zo'n rol stapt. Goed, want jij was niks geleidelijks aan, hè? Want hoe ging dat? Je wordt gebeld en dan gebeurt het allemaal. 2017 was dit, hè? Klopt. Vertel eens, hoe ging dat? Ja, dat was echt van de een op de andere dag. Het is niet geschreven dat het zo'n extreme overgang is. Nee. Maar voor mij was het zo dat ik gesolliciteerd had. Eigenlijk met de intentie om de marketingfunctie te gaan doen. Omdat ik dacht, ja, ik zie mezelf echt niet als een teamleider. Nee. Maar ik moest ook een andere functie opgeven. Dus dat was teamleider. Als second choice was teamleider. Ik mocht komen en ik heb dat gesprek gedaan. En ze vonden dat verhaal goed, wat ik daar, mijn visie die ik eigenlijk tentoonspreiden over leiding geven. En toen werd ik gebeld dat ik het was geworden. Wat was je visie dan? Weet je dat nog? Nou, ik zat heel erg op samenwerken. Heel erg op van we moeten met het team eerst ervoor zorgen dat het team gaan bouwen. Dat je fijn voelt bij elkaar, dat iedereen er mag zijn en iedereen elkaar accepteert. En dat je vanaf daar eigenlijk de prestatie gaat maken. Want prestaties, want de ambitie is wel. Want toen was het nog nu ondenk ik, hè? Klopt. En nu Vattenfall Solar Team. Klopt. En voor de mensen die daar niet zo in thuis, schetsen ze even wat dat project inhoudt. Ja, wat je eigenlijk doet, is een snelkookpan waarin je in een jaar tot 1,5 jaar een auto gaat bouwen, een zonneauto. Dus het is echt een auto van die maar 150 kilo weegt, high-tech, met een zonnepaneel erbovenop. En alleen op de kracht van de zon ga je dan of van Australië of in Zuid-Afrika gaat een team een race rijden. In mijn geval was het in Zuid-Afrika. En dat was een race van 8 dagen. We hebben 4500 kilometer afgelegd. En dan gaat het om wie het snelste of wie het in combinatie met het minste zonne-energie verbruikt? Of wie eigenlijk in Zuid-Afrika gaat erom wie in een vaste hoeveelheid tijd de meeste kilometers aflegt. Okay. Dus uiteindelijk wie het snelst rijdt. Ja, ja, precies. Ja, en je hebt alleen maar zonne-energie. Je hebt alleen maar zonne-energie. En begin je dan elk jaar als team weer van scratch?
Klopt. En dat is wel het bijzondere eigenlijk van dit team. Ten eerste dat het alleen maar studenten zijn. Ja. Jij was aan het studeren. Ja, ik was aan het studeren. Met mij alle andere 9 ook. Ja. Dus die komen gewoon vanuit hun hoofd in de boeken. Gaan ze in één keer dat in de praktijk moeten brengen. Ja. En dan zie je wat je dus kan bereiken in 1,5 jaar. Hè. Dus heel veel mensen zeggen, ja, ik kan heel goed een tentamen maken. Ja. Maar als je dus echt voor gaat zitten met een groep, dan kan je dus een zonneauto bouwen. Ja. Die ook nog eens in Australië of in Zuid-Afrika een race gaat rijden. Ja. En kan winnen. Van teams van Stanford of van Tokai. Dat is een Japanse universiteit. Ja, dat is echt ongelooflijk. Dat, want even voor mijn begrip, van hoe lang kun je met zo'n autootje rijden dan, zeg maar? In hoeveel dagen? Wij hebben in 8 dagen 4500 kilometer gereden. En in Australië, dat is namelijk een vaste afstand. 3000 kilometer, dus midden door Australië, door de woestijn. En daar doen ze 4,5 dag over. Dus dan rijden ze gemiddeld 80, 90 kilometer per uur. Ja. Maar het leuke is dat er bij Nuna 5, dat is al heel lang geleden, in 2005... Toen, zo heet die auto? Ja, we tellen ze gewoon op. Het begon bij nummer 1. Het is een soort van iPhone. Nummer 1, 2, 3, 4. En we zijn nu inmiddels bij 11. Maar elk jaar worden er dus regels gegeven over hoeveel vierkante meter zonnepanelen je mag hebben. Dus hadden 1 jaar mochten we echt heel veel vierkante meters hebben. 11 vierkante meter. Nou, de meeste mensen hebben dat niet eens op een dak. En dat lag op die auto. Ja, toen ging we echt een raket. Reden we gemiddeld 110 kilometer per uur. Was het snelheidslimiet ook. Alleen maar zo hard mogelijk. Net in ongeveer 3 dagen zijn we de hele woestijn doorgaan. Ongelooflijk. Was het de eerste keer dat je bij die race betrokken was in 2017? Of had je al... Ja, oké. Okay, dus dan mag je ook maar 1 keer aan meedoen. Ja, je mag als maar 1 keer aan meedoen als teamlid. Ja. En... wat we wel altijd hebben is de hulp van alumni. Dus dat zijn mensen die al een keer hebben gedaan. Die vragen we dan mee in de race. Omdat je kan dat gewoon niet alleen doen. Er moet zoveel gebeuren. Ja. Je kampeert langs de weg. Die auto moet onderhouden worden. We hebben een convoy van 8 auto's. Er gaat shit mis, dus natuurlijk. Bij ons ging er ongelooflijk veel mis. Ja? Ja, we hadden een bizarre race. Ja. Echt, dat is het enige wat ik kan zeggen. Op dag 1, dus we hadden 1 dag gereden, zat een beetje in. De spanning was er net een beetje af. Toen kwamen we aan om 7 uur bij een mooi stadje. En daar gingen we overnachten. En om 1:08 kwam de donkere wolk in 1 keer. En het ging stormen. Het heeft gestormd. Het was gewoon 120 kilometer puur wind. En ons alle tenten waren in de bomen gewaaid. Oh, we moesten rennen met een soort beschermende auto beschermen naar een droge plek. En dat was een drama. Dus de volgende dag werden we... Ja, of stress. Was wel stress. Ja. Absoluut. Moest die auto die mocht niks gebeuren. Die mocht niks mee gebeuren. En er was 1 teamlid dat is ontkoeld geraakt. We moesten 2 dagen nog. Eerst nog in een soort van moesten we heel erg klaar kijken voor huizen of hotels. Om te slapen. Want we hadden geen tenten. Dus je had opnieuw gekocht. Nou ja, en toen herinner ik nog wel. Dat is leuk. Want de dag daarna. Mark Lammers was met ons mee in Zuid-Afrika in die race. En oud-hockeycoach. De oud-hockeycoach, die ook onze teamcoach ook is. In 2016 begonnen met de race in Australië. En nou, wij waren verslagen. Ik vond zo'n race rijden in Zuid-Afrika al een uitdaging. Laat staan dat je nog een storm overheen krijgt. Ja. En ik had gevraagd, kan je alsjeblieft wat tegen het team zeggen om met elkaar weer op te focussen? Want we moesten gewoon weer gaan racen. Uh-huh. En hij zei kijk jongens, iedereen heeft deze tegenslag. Kijk om je heen, iedereen heeft deze storm gehad. Het gaat er nu om hoe wij ermee om kunnen gaan. Hmm. En dat jij er beter uitkomt dan de rest. En dat was heel krachtig. Yeah. Toen zag je echt de kopjes weer van, klopt. Niet balen van wat je is overkomen, maar kijken van wat kunnen we nu doen om het beste ervan te maken. Zei die niet, los jij het zelf even op, jij bent teamleider. Nee, want in zekere zin, kijk, als teamleider hoef je ook niet alles te doen. Het is niet alsof het allemaal jouw taak is. En Mark is heel krachtig in inspireren. Ja. Ik bedoel, waarom zou hij dat dan niet op dat moment kunnen doen? Dat is misschien ook wel een teken van leiderschap dat je dat aan kan. Dat absoluut. Iemand anders dat en dan heb ik ook nog wel nog een ander voorbeeld waar we misschien zo meteen op terug kunnen komen. Nou, doe maar meteen. Meteen? Jawel, ja. Nou, als je het dus hebt over, wat ben je nou eigenlijk als teamleider? In het eerste half jaar van dat ik bezig was, dan was ik heel erg bezig als teamleider om het team te ontwikkelen. Ja. En ik had naast mij ook een technisch manager, die heette Ilse. En zij was meer verantwoordelijk vanuit haar technische managerrol om toe te zien op de kwaliteit van de auto. Mm-hmm. Nou, en op een gegeven moment ging je race rijden. Dus we werden meer een raceteam, gingen testen. En uiteindelijk was haar rol om tijdens de race manager te worden. Dus eigenlijk de eindverantwoordelijke van de race. Dus dat moment kwam steeds dichterbij dat Ilse steeds meer verantwoordelijkheid kreeg
En dat die verantwoordelijkheid voor mijn gevoel toch een beetje van me afging. Yeah. En die beslissingen tijdens de race zijn cruciaal. Want zij beslissen, gaan we linksaf, gaan we rechtsaf. En daar kan je de race mee winnen of verliezen. Yeah. En ik had zo hard mijn best gedaan. Ik had dagen gemaakt van en nachten doorgehaald om te zorgen dat het team zo goed mogelijk zou beginnen. En toen moest ik die verantwoordelijkheid een beetje overgeven. Hè? Die eindverantwoordelijkheid van de teamontwikkeling. Ik voelde me daar heel verantwoordelijk voor. Naar dat zij dus verantwoordelijkheid voor de prestatie die wij gingen hebben tijdens de race. En heel eerlijk, ik had heel erg moeite mee, omdat zij was ook heel erg lerende en was niet super zelfverzekerd in we gaan nu linksaf, we gaan rechtsaf. Zij wist het ook soms niet. Ja, logisch. Mm. Maar ik verwachtte dat wel van haar. Mm. En dat is een beetje, dat is typisch denk ik ook iemand die teamleider is, die ook zich heel erg verantwoordelijk voelt. Dus denk, ja, dan doe ik het wel. Hè? Controle houden, want dan weet ik zeker dat het in ieder geval goed gaat. En als het fout gaat, dan is het mijn eigen fout. Ja. Zij ging de race manager functie vervullen. Dus ik moest het op een gegeven moment gaan overgeven. Maar dat lukte me zo moeilijk. En op een gegeven moment heeft zij gezegd, we gaan naar Mark Tichelaar toe. Dat was onze teamcoach. Ja. Dus niet de Mark Tichelaar van het boek. Maar dat is een iemand die heeft over de hele wereld leiders en teams gecoacht om op hogere niveaus te gaan presteren. En we hadden ook teamsessies bij hem gedaan. En dus we kenden hem al en zij voelt zich ook daar prettig bij. En zei, Jelle, ik wil graag met jou naar hem toe, want dit gaat gewoon niet werken. We hebben te veel botsing en je geeft mij niet het vertrouwen om ook echt mijn taak te gaan vervullen. En dat vond ik natuurlijk confronterend, moeilijk. Oké, maar ik sta heel erg voor coaching. Dat ik zelf ook heel erg ingebracht in het team. Dus dat gingen we doen. En ik ging daarheen met het idee, Mark die gaat ervoor zorgen dat Ilse beter haar taak kan vervullen, zodat ik meer vertrouwen kan hebben in wat ze gaat doen. Makkelijk toch? Want dan hoef ik er niet meer over na te denken. Dan gaat zij het gewoon beter doen en dan kan ik lekker rustig achteroverleunen en denken, hé, wat heb je dat nou goed gedaan? Dat gebeurde niet. En dat gebeurde niet. Hij draaide zich, eerst dat idee, draaide zich naar mij toe en die zei, Jelle, ik geloof dat jij het probleem bent. Nou, dat was even slikken. Wat? Ik het probleem? Ze zei van, jij bent het probleem. Want jij duwt haar in een rol, maar je hebt een beeld van wat zij moet zijn. En je ziet niet wie Ilse echt is. Hm. Gaan we even naar kijken. Wat zit daar nou tussen? En toen werd het best wel een emotioneel gesprek. Want die rol als teamleider dus overgeven, waar we eigenlijk mee begonnen. Waarom Mark Lammers, dus jij vroeg Mark Lammers, als kan je dat, waarom sta jij daar niet aan die speech geven? Nou, dat was zo'n moment dat ik dus voor het eerst keer zag van, wow, soms moet je dus die verantwoordelijkheid overgeven. En daar leerde ik hoe moeilijk dat was. En ook dat ik mezelf helemaal niet zag als iemand die dus in dit geval Ilse best wel in een positie plaatst waarin zij haar rol niet kon vervullen. Mm-hmm. Dat had ik niets van mezelf verwacht. Wat heel krachtig was daar, is dat hoe pijnlijk het ook was voor mij op dat moment, en hoe erg ik me ook niet zag als diegene die niet de niet vertrouwen gaf aan iemand anders. Ik zag mezelf wel zo, maar ik deed dat blijkbaar dus niet. Goede bedoelingen hebben niet altijd goede uitwerkingen. Ja. Intentie is niet altijd gelijk aan gedrag, zeg maar. Ja, klopt. Dat dus zo was. En toen ik dat dus bij mezelf zag, emotioneerde me dat ook heel erg. Want? Omdat Ik wilde mijzelf zien als een goede teamleider. Iemand die iedereen zag voor wie die is. Maar ik heb dus volledig de persoon Ilse over het hoofd gezien. Ja, ik kan me voorstellen dat dit onderdeel, je hebt er niet voor niks een boek over geschreven, maar dat natuurlijk een waanzinnige take-out is van zo'n periode. Ja, voor mij was teamleiderschap alles. Ja. 24 uur per dag, dat was het allerbelangrijkste. Ja, we zullen eens wat elementen eruit halen, want om nou heel schools al die, want je hebt het samengevat in 6 zekerheden. Klopt. Maar een paar dingen die we eruit kunnen halen. Om te beginnen, bouw je team. Ik kan me voorstellen dat zeker ook leeftijdsgenoten die zitten te kijken, veel jonge mensen die ook naar CVD kijken, komen bij start-ups te werken of gaan zelf iets beginnen. Hoe bouw je zo'n team als je niks hebt? Want jullie kennen elkaar niet. Nee. Waar begin je dan? Ja, je begint met elkaar leren kennen. Heel simpel. Ja. Maar daar kan je wel op 2 manieren doen. Je kan echt actief en bewust elkaar gaan leren kennen. Of gewoon toevallig dingen over elkaar leren kennen. Ja. Dus het is sowieso belangrijk om biertjes te gaan drinken met elkaar. Of een activiteit te gaan doen. Maar het is ook heel waardevol om echt momenten te nemen. Misschien doe je dat natuurlijk als teamleider, rond een kampvuur, of dat je verhalen gaat delen. Ja. Over wie iemand is. Wat iemand is, wat jou bezighoudt. Wat zijn jouw dromen? Waarom ben je gaan solliciteren? Wat wil je bereiken? Dat kan heel natuurlijk komen. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat
het is niet, je zit niet in een team. Zeker hè, als het op het moment dat het creatief wordt en complexe taken zijn, wat we de meeste mensen tegenwoordig doen, dan zit je daar niet in als een machine. Mm-hmm. Maar je zit erin als heel mens. Ja. En als jij als heel mens daar fijn voelt en goed samenwerkt, dan komen die creatieve oplossingen. Ja. Vertrouwen, essentieel, zeker als je prestaties wil leveren en onder grote druk. Hoe bouw je dat? Nou ja, wij hebben dat gedaan met een coach. Ik heb bewust een coach laten komen om met elkaar zo'n teamsessie te doen. Om dat delen te doen. Om daar gewoon in een goede sfeer vertrouwen te bouwen. Maar ik denk dat juist teamleider, wat heel erg belangrijk is om te beginnen, is in ieder geval congruent zijn. Zeg wat je voelt eigenlijk aan mensen. Dus dat ze jou kunnen lezen en kunnen peilen. En dat je ook belooft wat je doet. Ik denk dat heel erg belangrijk is. Stel, jij gaat bij een Deloitte-achtige organisatie werken. Dan is dat natuurlijk een volledig andere dynamiek. Ja. Dan dat je met een team van 10 man zit. Met een project van 1,5 jaar. Met een clear target. Dat is natuurlijk een heel andere koek, toch? Hoe doe je dit binnen zo'n organisatie? Hoe zou jij dat doen? Dat zeg je heel goed. En ik denk dat daarom ook het voor mij zo goed was om een boek over te schrijven. Omdat ik eigenlijk een best wel goed uitgangspositie had. Ja. Ongelooflijk gemotiveerde mensen. Ja. 1,5 jaar, dus het is ook eindig. Kick-ass project. Ja, en iedereen is ongelooflijk gemotiveerd. Ja. Dus voor mij waren de uitgangsposities goed. En daardoor kon ik ook denk ik een helder verhaal over schrijven. Ja. In een organisatie, geef ik eer toe, wordt het gewoon veel complexer. Ja. En je weet ook niet wat voor cultuur er is. Je weet ook niet wat er voor manager, die gewoon wel veel invloed heeft weer even op jou als teamleider, wat die gaat doen. Wat die van je gaat eisen. Hoe je ernaar voelt. Onder welke druk word je gelegd. Van als je dit niet haalt, dan word je niet gepromoveerd. Ja. Weet ik. Ja. Dus dat kan ik niet zeggen. Maar wat ik dan zou gaan doen. Ik weet niet in welke situatie ik zou komen. Maar ik probeer natuurlijk, ik wil wel vasthouden aan de ervaring die ik had in mijn jaar. En dat is dus staan voor je team, vertrouwen bouwen, doelen stellen, plezier hebben. Heel erg laten coachen heb je heel duidelijk als een van de belangrijke onderwerpen. Dat zouden meer mensen moeten doen. Vind ik wel. Ja. Vind ik wel. Want dan op het moment dat je dus, ten eerste dan stel je eigenlijk, laat je zien aan je team. Je mag je kwetsbaar opstellen. Je mag je laten coachen. Je mag het ook niet weten. Mm-hmm. En je mag leren. Mm-hmm. En soms dan betekent dat leren ook dat het even een pijnlijk moment is. Zoals ik net uitlegde met Iels. Even confronterend. Ja. En dat is wel heel waardevol. Dus het is niet alleen voor mij belangrijk. Maar het is ook als je als teamleider bent en dat doet, is het ook een signaal naar de rest van je team. En ook de organisatie breed dat dus kan. En je hebt tips over, want heb je een belangrijk gedeelte in je boek ook aan gewijd aan de effectief vergaderen. Lessen door Jeroen Dijsselbloem. Ja. Haal er eens een elementje uit waar iedereen morgen mee kan beginnen. Zeg maar, als het gaat om effectief vergaderen, want er wordt wat afvergaderd. Ja, er wordt heel veel vergaderd. Ik moet dus eerlijk bekennen dat ik dus al die tips niet heb gedaan tijdens mijn jaar. En dat heb ik ook wel vaak gehoord. Want ik weet nog elke keer dat Jelmer, dat is de elektrotechnicus, die zei elke keer van de punten van wat kunnen we nog verbeteren. Jelle, kan je alsjeblieft iets doen met, kunnen we niet op cursus gaan van hoe we beter kunnen vergaderen, want het duurt zo lang. Wanneer kwam je hem tegen dan, Jeroen Dijsselbloem eigenlijk? Het leuke is dat hij dus de hele aanleiding is dat ik dit boek mee ga schrijven. Aha. Want hij heeft zijn boek geschreven, de Eurocrisis. En ik las dat in een tentje in Zuid-Afrika. En toen dacht ik, nou, een mooi verhaal. Tijdens dat project? Na het project. Ik was gefinished en ik lag in een tentje tussen de leeuwen ergens op de prairie. Uit te rusten. En toen las ik zijn boek en toen dacht ik van, nou, als hij, hoe hij dit heeft opgebouwd, daar zie ik ook wel in hoe ik dat zelf zou kunnen doen. En toen kwam ik er tegen op een lezing bij de TU Delft. En toen heb ik het gevraagd, mag ik een keer langskomen? En dat kon. Wat het unieke was van zijn rol, was dat hij moest beslissingen maken met consensus. Iedereen, 100% moest het mee eens zijn. Al die 19 ministers waren het, geloof ik, van Financiën. Tijdens de eurocrisis. Ja, heftiger ga je het niet krijgen. Dat is heel moeilijk. Ja. Ik probeerde ook altijd beslissingen te maken op consensus. En hoe doe je dat nou? Hoe zorg je ervoor dat je met elkaar toch tot dat ene doel komt? En bij jou waren er nog iets minder tegenstrijdige belangen dan in zijn situatie. Dus dan kun je een boek over schrijven. Maar haal er eens een paar dingetjes uit wat jij hebt geleerd, even praktisch, van hem. Ja, ik vond het heel sterk dat hij de punten, de vergaderpunten, de moeilijke punten, die besprak hij altijd voor met kleinere groepen. Om altijd eens een beetje te peilen van hoe zit het in de wedstrijd? Waar, wat vinden mensen? Ten tweede, wat hij heel erg bewust van was, is de kracht van wie hij als eerste de beurt geeft. Dus, die is bepalend. Dat is heel bepalend. Die zet gewoon de toon. Ja.
En ook dat jij dus als zo waar dit. En als je als als voorzitter ook op een gegeven moment wat een hele belangrijke rol is die je hebt, is goed samenvatten. Dus dat je eerst gaat zoeken met elkaar, wat is nou het probleem waar we over hebben? Dat iedereen beseft welk probleem moet opgelost worden. Aha. Want in zijn geval, en ik verwacht niet dat iedereen het gaat doen bij vergaderen, wist hij al lang welke compromissen die wel ongeveer kon gaan sluiten. Ja. Maar eerst moet je weten van welk probleem hebben we met elkaar. Dat iedereen dat beseft en dan pas goed samenvatten en dan een consensus erin gooien. Dan zeggen van, is dit niet een oplossing die werkbaar is voor iedereen? Tot slot, een reflectie. Hoe moeilijk is dat voor een... Want toen was jij 24, hè, toen je dat deed. Ja, nou, ik werd ook 25 dat jaar. Je werd 25 dat jaar. Kun je dan goed reflecteren? En hoe doe je dat? Nou, ik denk dat je precies rond je 25ste kom je wel echt in je leeftijd... dat je goed kan gaan reflecteren. Het is ook wel vaak een beetje de leeftijd wanneer je echt gaat terugkijken... op wat, wie ben ik nu en wat heeft mijn verleden eigenlijk mij gevormd tot wat ik nu ben geworden. Dus dat is wel iets wat begint in je 25ste. Ik had het voordeel dat ik een moeder heb die een coach is, die veel werkt in de zorg. En dus deze gesprekken heel veel heeft met anderen. Dus ook mij heel onbewust mijn hele... Mee besmet heeft. Ja, mijn hele jeugd altijd maar naar die reflectie al duwde. Dus, en ik vind het ook wel leuk, want ik vind echt wel ik voel ook dat het heel erg krachtig is om goed bij jezelf te gaan nadenken van, hey, wat voel ik nou? Wat schuurt er? En kan ik daar woorden aan geven? Maar eigenlijk ga je dus je moeders kant op. Eigenlijk. Ja, maar hoe lang heb je TU Delft lopen doen? Ja, 7 jaar. Maar ik denk niet dat ik... ja, dat klopt. Ja, je hebt gewoon gelijk. Ja, neem het er maar niet uit. Neem het, ik bedoel, ja... Weet je, je ziet dat heel vaak. Ja, ook, dat is ook helemaal geen schat, maar die 7 jaar zijn niet weggegooid. Maar ik vind het prachtig om bij jou om te zien dat jij duikt niet de core business in waarvoor jij 7 jaar lang moet... Laat ik zo zeggen, de effect van die 1,5 jaar is misschien wel groter op je toekomst geweest dan de hele 7 jaar TU Delft, of niet? Ja, dat weet ik niet. Want kijk, ik denk zomaar dat het heel logisch zou zijn als ik met teams aan de slag ga die in dat technische domein zitten, omdat ik daar wel gevoel voor heb. Ja. Dat helpt wel als je natuurlijk weet waar mensen het over hebben en waar ze ook op de inhoud op vastlopen. Ja. Maar ja, ik moet wel toegeven dat die 1,5 jaar bij het Solar Team in die rol als teamleider, dat heeft zoveel impact op mij gemaakt. Ja. En dat heeft echt mijn ogen geopend over... Ja, wat het kan doen als je coach bent en wat het kan doen als je een teamleider bent. En wat je dan kan neerzetten met elkaar als team. Dat vind ik gewoon heel leuk. En dat zelfs dat ik er een boek over mee ga schrijven. Dus vandaar dat ik ook daar toch wel meer mee ga doen daarna. Ik denk dat die overmatige focus op prestatie, daar zijn de uitwassen nu heel erg duidelijk van. Dus ik denk echt dat er behoefte is ook aan die menselijke kant, aan die vervulling op ontwikkeling, op inderdaad reflecteren, op ook met elkaar vertrouwen opbouwen. Dat er een teamleider is die staat voor het team en niet alleen maar naar de prestatie luistert die wordt opgelegd van boven en dat maar doorvertaalt naar beneden als een soort van wipwap die van jullie moeten, wij u zegt en wij draaien. Geen kookboek voor succes, maar eigenlijk een handboek om en handvatten om de dingen die voor een teamleider zelf heel erg belangrijk is, om die eigenlijk in de praktijk te brengen. Ik wens je heel veel plezier en succes met het uitbouwen van een prachtig vakgebied, volgens mij. Dankjewel. Dankjewel voor het gesprek. Ja, super. Fijn. En dankjewel namens Uitgeverij Business Contact ook, die dit gesprek mogelijk maakt. Bedankt voor het kijken. En als je naar de podcast luistert, bedankt voor het luisteren. En nogmaals, heb jij nou ook een idee of een tip over leiderschap in de nieuwe tijd, zeg maar, door jonge mensen zoals Jelle, dan laat het weten in de reactie. En de eerste 5 die krijgen een boek gratis. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi!